Screen begint, ja, voordat het leven begint, buiten de baarmoeder. Maar je begint eigenlijk dus al bij 12 weken met een uitgebreide bloedtest. Wat vroeger helemaal niet werd verricht. Bijvoorbeeld de bloedgroep en de Rhesus D-factor. En vervolgens kan je dan kiezen voor de Down-screening. Bij 20 weken gaan we het kindje helemaal van top tot teen nakijken of er structurele afwijkingen zijn. Eventueel een suikertest in de loop van de zwangerschap als je een verhoogd risico hebt. Bijvoorbeeld dat je moeder suiker heeft. En dan na de geboorte weer de gehoorscreening en de hielprik. Dus een heleboel dingen die vroeger nog niet mogelijk waren. Kijk, screening houdt in dat je een ziekte in een vroeg stadium probeert te ontdekken, zodat je die eerder en sneller kan behandelen. En dat betekent dat je daarmee hoopt dat je die mensen kan genezen. De screening is van alle dag. Zo, bijvoorbeeld, ik heb al heel vaak mijn leven gered doordat ik in de auto automatisch in de achteruitkijkspiegel kijk, links en in de dode hoek als ik van rijbaan verander. En soms zit ik te dromen en automatisch kijk ik en zie ik, oh, daar zit eentje naast me. Dus corrigeer ik. Dus die screening is heel zinvol en effectief. En dat voorkomt heel veel ongelukken. Je kan inderdaad, zoals er soms gezegd wordt, te veel weten. He, dat maakt je ongerust. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel goed om te weten van waar ga ik naartoe bij mijn lijf. Het ligt er maar aan wat je hebt en of het noodzakelijk is dat je gescreend wordt. He? Toch? Komt een prikje aan, hè? Ja. Ik zit hier namens de Diabetesvereniging en we doen prikactie eigenlijk, omdat het heel erg past in het screeningsverhaal van vanmiddag, denk ik. Ja, lijkt mij, is wel interessant, ook voor je eigen zelf, dat je weet van welke onderzoeken moet je wel en welke moet je niet laten doen. Dat is wel moeilijk om dat van tevoren te weten wat je wel of niet wil en dan kijken wat komt eruit. Borstkanker is ook een van de tumoren die hoe kleiner je ze vindt, hoe beter de kans is dat mensen genezen kunnen worden. Dus je probeert die tumoren te vinden die je nog niet kunt voelen. En waarvan de vrouw niet weet dat ze er zitten. Omdat dan de kans op genezing en op overleving het grootst is. Dan denk ik van, hoe nadelig is die, dat is een vraag voor Helene, hoe nadelig is dat soort straling wat je krijgt, op het moment dat er wel een tumor zit? Dat de hoeveelheid straling die je geeft is zo laag, dat de hoeveelheid tumoren die je vindt daartegen opweegt. Er zijn heel veel andere manieren om de borst te onderzoeken. Alleen de mammografie is het enige onderzoek wat op dit moment kostenefficiënt is. En bewezen is dat het effectief is. Dus er is ook een betere overleving. Er worden levens bespaard door de mammografie. Ja, als je kijkt wat voor resultaten dat we neerzetten en welke sterftereductie we teweeg brengen, ben ik natuurlijk een voorstander. Maar iedereen moet altijd voor zichzelf goed de voordelen en de nadelen op een rijtje zetten en dan een beslissing nemen. Nou, het is heel gezond. Er zitten allemaal gezonde dingen in. Bijvoorbeeld de groene is komkommer, limoen, spinazie en kiwi. Dus allemaal heel gezond. De gele is bananen met mango. En deze is rode bieten, granaat, appel en zwarte wortel. Ik probeer tomatenpuree te slijten aan die mensen. Ik ben uroloog en tomaat is goed voor de prostaat. Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Zijn er mensen die een PSA al wel hebben laten prikken hier? Zijn er een aantal? Zijn er mensen die het overwegen om wellicht een PSA in de toekomst te laten prikken? In de loop van de komende jaren zullen we steeds meer en meer zien of het inderdaad nut heeft of niet. 9 jaar na de eerste screening bleek dus dat er 21% overlevingswinst was ten opzichte van de niet gescreende mannen. Maar daarvoor moest je ruim 1400 mannen screenen om 1 leven te redden. Na 13 jaar screenen blijkt het aantal mensen die je moet screenen al bijna gehalveerd te zijn naar 780 mensen. Dat ten opzichte van 1 leven die je dan redt.
bij screening is het belangrijk om te realiseren dat er voor- en nadelen aan zitten. Dat is ook de reden dat we op dit moment niet zeggen, nou ja, de voordelen zijn zo groot dat we het aan iedereen aanbieden. Er zijn gewoon te veel nadelen om iedereen vanuit de overheid zoiets aan te bieden. Dus iemand moet zelf de voor- en nadelen goed afwegen. En nou ja, daar bijvoorbeeld doen wij nu deze middag voor. En dat is om mensen ja, toch een inzicht te geven in wat dan de voor- en de nadelen zijn. Zodat ze beter meer wel overwogen een beslissing kunnen maken of ze zich willen laten screenen. Ik heb zelf in 2000 inderdaad daar ook zelf onderzoek gedaan. En toen was er nog geen overlevingswinst als je een prostaatkankerscreening deed. Zolang de kosten nog te hoog zijn en je nog steeds te veel mensen moet screenen en te veel mensen prostaatbiopsie moeten aandoen, zal dat voorlopig niet gaan. Kwart over drie is er in de centrale hal de opening van de vleugel, welke mogelijk is gemaakt met de ambassadeurschelde van de stichting FIAMI. Lieve mensen, fijn dat u hier bent en ook in zo'n grote getale voor een bijzondere activiteit vanmiddag. Want we hebben hier vanmiddag wel het Vicuri Matinee, maar we brengen ook iets anders in het ziekenhuis. Dit initiatief is eigenlijk geboren uit het feit dat ik heb gezien, heb meegemaakt hoe belangrijk muziek is voor mensen. Een mooie ambiance, eventjes in een andere wereld. En het mooie is dat de bezoekers zelf ook gebruik kunnen maken van de vleugel. Zo van I'm yours, play me, I'm yours. Ga gerust uw gang als je piano kunt spelen. Zie je op het beeld ook als een beetje een dikke gelige plooi. Het is een driehoekige gedeelte. Ja, ja, ja. Dat is dus dit gedeelte. Ja. Vanaf 55 jaar worden mannen en vrouwen gescreend. Krijgen ze dus een ontlastingstest thuisgestuurd. En dat loopt eigenlijk tot en met 75 jaar. Ja, op zich, ik vind het wel goed ook om met die screening in ieder geval ja, te proberen mensen zo vroeg mogelijk ook met een ziekte te diagnosticeren. En in ieder geval te kunnen behandelen voordat het echt klachten geeft. Aan de andere kant heb je ook mensen die aan een onderzoek meedoen en die eigenlijk van tevoren geen klachten hadden. Dus die door één onderzoek opeens van ja, gewoon een normaal mens naar een patiënt gaan. Als je op een bepaalde leeftijd darmklachten krijgt, dan ga je natuurlijk eerst kijken waar zal dat vandaan komen. En hier wordt het, ik moet zeggen, aardig uitgelegd wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn, wat je allemaal kunt krijgen. Ja. Ik heb een eigen schoonheidssalon, ik werk veel met mensen, dus ziekte komt heel vaak ter sprake. En hoe meer dat je weet, hoe meer dat je de mensen kunt informeren. Wat heel belangrijk is op het moment dat je kiest voor de screening in bij dit verhaal dan, hè, dus de downscreening en de 20 weken echo, bedenk wat je met de uitslag wil. Als je daar absoluut geen consequenties aan verbindt, dan is het misschien beter om de test niet te laten uitvoeren. Want op het moment dat de uitslag niet goed is, kan het soms ook wel zijn dat we bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie moeten doen. Dat heeft weer een risico op een miskraam. Dus dan, ja, hè, wat bedenk van tevoren, wat wil ik ermee? Nou, je wil het natuurlijk voor zijn. Hè? Je wil die enge ziektes voor zijn. Maar je moet het ook relativeren. Want door screening vind je maar 5% van alle kankers die optreden in dit land. Ja, ik denk dat je alleen moet screenen als het heel erg doelmatig en zinvol is. Het heeft ook een keerzijde. Niet alle mensen die een bepaalde ziekte hebben, zullen daaraan komen te overlijden. Het kan ook voorkomen dat die mensen gewoon met die ziekte zullen overlijden en nooit klachten van dat ziekte zullen hebben. Dus dan is het eigenlijk zonde als je die mensen opereert of behandelt
en de nadelige gevolgen van die operaties of die behandeling die mensen aandoet. Wat ga je allemaal onderzoeken? Wat levert het je op? En die nadelen en voordelen, ja, daar is natuurlijk niet één antwoord op mogelijk. Maar hoe ga je die nuance, hoe zoek je die op? Lijkt mij toch wel erg belangrijk op dit moment, omdat we de technische mogelijkheden hebben om, ja, om je leven langer te maken. Het enige waar we het niet over gehad hebben is over hoe oud zullen we straks met z'n allen worden en wat gaat dat kosten? Maar als je een aantal jaren langer kunt leven doordat je een ziekte eerder ontdekt, is dat toch meegenomen? ik laat het zo zeggen, ik wil mijn ouders overleven. Ja? En daar ga ik in eerste instantie vanuit en hoe het dan verder gaat, zie ik dan wel weer. Oh, ik zei net in het auditorium van ik wil 100 worden.